Andere openingstijden, hoe pak ik dit nu aan? Als je op andere tijden open wilt, betekent dat ook veel voor je werknemers. Wat zijn de mogelijkheden en wat niet? Als ik de winkeltijden wil veranderen of verruimen, hoe krijg ik mijn medewerkers enthousiast? Niet iedereen zal staan te springen om zijn rooster om te gooien. Dit kan leiden tot weerstand en verzet. Hier een aantal tips hoe je kan zorgen dat de medewerkers wel enthousiast worden van je plannen. Betrek de medewerkers vanaf het begin bij jouw plannen. Laat ze zien dat het noodzakelijk is de openingstijden en daardoor het rooster aan te passen. Onze onderzoeksuitkomsten kunnen je daarbij helpen. Wat nog leuker is voor jou en je medewerkers, is om je medewerkers mee te laten denken over de toekomstplannen. Wellicht komen er goede initiatieven uit die de medewerkers zelf kunnen gaan uitwerken. Stel dat de medewerker weerstand blijft bieden. Hoe kun je zorgen dat je hem toch meekrijgt in je toekomstplannen en een mogelijke ziekmelding kunt voorkomen? Ga met de medewerker in gesprek. Gun hem of haar wat meer tijd dan de anderen. Praat over zijn haar belangen en probeer waar mogelijk tegemoet te komen. En blijf positief. Tip 1. Om verzuim terug te dringen is het van belang dat de medewerker gewaardeerd wordt en de ruimte krijgt om initiatieven te ontplooien. Tip 2. Denk bij jouw bedrijfsbelang altijd aan het belang van de medewerkers als je medewerking wilt krijgen. Als ik dit doorvoer, wat kan ik voor mijn medewerkers betekenen? Heb je vragen? Bel onze ondernemersservice of kijk op inretail.nl.